Nou, zoals je misschien... Zoals je misschien net al aan de boodschappen kon zien, staat er vanavond op... Het is vandaag een beetje een bijzondere dag voor Peter, dus terwijl hij in de douche staat, maak ik even lekker een ontbijtje voor hem. Alsjeblieft. In de video van vandaag wil ik een klein subthema introduceren, namelijk... overwinning. Nou, zoals ik vanochtend al zei, is vandaag een klein beetje speciaal voor Peter. En dat heeft ook te maken met dit thema van overwinning. Namelijk, vandaag is het 13 jaar geleden dat Peter zijn beenmergtransplantatie kreeg en dat hij dus zijn kanker heeft overwonnen. Nou, het klinkt misschien heel zwaar en het komt misschien ook wel voor sommigen er enigszins dichtbij. Maar ik wil het licht houden, maar ik wil toch wel een beetje dat brugje maken naar het thema van overwinning. En de link die ik wil maken naar overwinning is dat, ondanks dat hij nog steeds iedere dag last heeft van ja, kwaaltjes, zeg maar, van de medicatie van toen, merk ik wel dat hij ondanks dat toch gewoon een hele vrolijke jongen is en gewoon door blijft gaan. Ondanks dat niet alles meer kan. En dat sommige dingen ook gewoon moeilijker gaan. Maar ik merk gewoon dat ondanks de dingen die hij niet kan, hij heel erg inzet en focust op de dingen die hij juist wel nog kan. Zo houdt hij bijvoorbeeld heel erg van taarten bakken en creatief bezig zijn. En ook dat is soms wat lastig. Maar wel gaat hij daar gewoon mee door en blijft hij dat gewoon doen tot zover, zeg maar, zijn lichaam het toelaat. En dat vind ik een enorme overwinning en dat vind ik ook juist zo leuk aan hem. Dat soms heeft hij natuurlijk ook wel eens dagen dat hij zich minder voelt en dat het kut gaat en dat hij geen zin erin heeft. Maar over het algemeen blijft hij dingen positief inzien. Ik vind bijvoorbeeld dit een hele leuke foto van ons samen. Dit was tijdens onze eerste vakantie in het buitenland naar Londen. En ja, je ziet gewoon daar dat hij echt gewoon heel vrolijk is en dat hij er gewoon lol in heeft. Ondanks dat bijvoorbeeld hele tijden lopen in een stad, dat best wel zwaar voor hem is. Maar ondanks dat geniet hij er gewoon enorm van. Soms dan ga ik ineens door mijn telefoon en dan kom ik oude foto's tegen en zo. Dus dan ga ik een beetje in een nostalgische bui raken en dan bedenk ik weer van, oh ja, dit hebben we allemaal gedaan en dit hebben we allemaal meegemaakt. En zo ook nu, en omdat vandaag natuurlijk een beetje een speciale dag is, vond ik het een mooi moment om een beetje terug te kijken op al 8 jaar samen en een paar mooie momenten die we samen hebben meegemaakt. En daarin dat je ook kan zien dat ondanks alles wat hij al heeft meegemaakt, dat hij toch gewoon een hele positieve uitkijk heeft op het leven. Dus dit deel van de video wordt een soort van terugblik en een soort van overzicht van een aantal leuke momenten die we dus hebben meegemaakt. Nou, ga je die foto's laten zien vanaf mijn telefoon. Dus, ik snap dat de kwaliteit niet geweldig is, maar ik vond het de makkelijkste manier om zowel de foto's te kunnen laten zien en er meteen een beetje wat context bij te kunnen geven. Dus vergeef me dat het niet de prachtigste kwaliteit gaat zijn, maar ja, ik vond het wel de meest natuurlijke manier om het te doen. Dit is een foto, ook weer van onze trip naar Londen. En daarin vonden we een straat, Great Peter Street. Nou, dat vonden we grappig. Leuke foto om te maken. Toen we in Londen waren, gingen we ook naar de Harry Potter Studio Tour. Super vette ervaring om mee te maken al, of om te zien, zeg maar, waar al die scènes zijn opgenomen. En dit was toen we boterbier gingen drinken. Super lekker. Best wel zoet, een beetje karamelachtige smaak had het. Echt heerlijk. Jammer dat het niet gewoon in flesjes te koop is. Dit was de eerste keer dat we in Parijs waren, samen met vrienden. En ik weet niet zeker waarom ik heel erg ongemakkelijk keek. Maar dit is op de Montmartre, volgens mij is het gemaakt. Grote kathedraal of kerk of wat het dan ook is, bovenop een berg. En dit vind ik ook een mooie foto. De andere kant van de vorige foto, maar dan met uitzicht over heel de stad. Ja, blijf nog even in Parijs, maar dit is een flashback naar vorig jaar. Daar heb ik ook een video van gemaakt, die kun je hier zien. En deze foto die is erg maf, gemaakt voor de Eiffeltoren. Vind ik ook een hele leuke foto. Ik hou ervan dat we niet altijd heel serieus zijn en vaak heel maf kijken op foto's samen. En dit vind ik ook een hele leuke. Dit is vorig jaar in Zandvoort, toen we een duikles namen.
Goed, nou, tot zover de nostalgische terugblik. Vanavond heb ik Peter beloofd dat ik iets lekkers voor hem ga koken. Hij heeft wat uitgezocht uit het receptenboek van Jamie Oliver. Alleen moet ik nog wel wat boodschappen gaan doen, want we hebben nog niet alles in huis. Dus ik ga even snel naar de winkel en dan ga ik koken. Ja, ik heb volgens mij eerder ook al wel eens gezegd, maar ik ben niet echt een ster in koken. Het is niet zozeer dat ik niet kan koken of dat het niet lekker is, maar het is meer dat ik gewoon heel slecht ben in timen. Dus ik neem overal veel te lang de tijd voor en het duurt allemaal veel te lang. En Peter heeft nu ook niet echt een heel lastig of heel moeilijk recept uitgekozen, maar ik denk wel dat ik veel langer de tijd ervoor ga nemen dan dat er in het receptenboek staat. En ik zou ook niet per se zeggen dat het komt omdat ik het niet kan. Het is gewoon meer dat ik gewoon alles op mijn gemakje doe en niet per se super snel chop 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 alles snij, maar gewoon lekker rustig aan, ja. Zo ben ik nou eenmaal. Toen ik net aan de supermarkt ging, had ik mijn mini statiefje mee om dus wat shots te kunnen maken. En ik buig hem ergens omheen en hij breekt af. Super kut, want deze gebruik ik eigenlijk best wel vaak. Nu was het ook niet zo'n heel duur ding, dus dat scheelt, maar wel heel irritant. Zoals je misschien net al aan de boodschappen kon zien, staat vanavond op het menu friet en hamburgers. Allebei zelf gemaakt natuurlijk. Dus ik heb hier de aardappels, die ga ik daar snijden voor frietjes. En ik heb gehakt om zelf burgers mee te maken. Dus dat moet helemaal goed komen. En ik ben benieuwd, zijn jullie team friet of team patat? Dus laat even hieronder weten. Zo, nou flink wat keukenstress later. En ik denk ook veel te lang dan dat ik eigenlijk had moeten nemen, maar ik moet zeggen, het resultaat mag er best wel zijn, toch? Dat dacht ik ook. Dus heb ik nu al hier de hele dag mijn GoPro staan. En die neemt al de hele dag zo'n beetje op. En je kan ook echt zien dat het meest rechtse plantje, dat die ook al een stuk meer gegroeid is. Dus heb je altijd wel willen zien hoe een plant groeit over een dag? Dat kan nu.